Here we go jongens, nou, dus vier furnaces, is, of vier generators en van deze dingen zijn nu lekker bezig. Dus dit ding hoort geen energie, oh het krijgt juist energie, oké, wauw, cool. Anyway, laat maar even doen dan. En dan krijg ik dus allemaal iron hieruit, super ziek. En ja, het volgende wat we dus gaan doen is, we gaan even kijken hoe het zit met deze dingen. Dus met de basic capacitor en met de betere capacitors. Dus wat we ervoor nodig hebben is redstone. Dus we hebben gewoon een redstone blok nodig. Dan hebben we electrical steel nodig. En dit is volgens mij de eerste alloy. Dus yep, laten we maar eens gaan kijken. We hebben silicon nodig, coal dust en iron voor de electrical steel. Dus laten we maar kijken wat we dan nog hebben. We hebben nog coal dust. Nope, dus dan moeten we gaan grinden. Volgens mij is er ook een grinder trouwens. Dus ja, de sag mill. Dat is een grinder. Dus laten we die maar gaan maken. Ja, ik bedoel, flint hebben we volgens mij nog. Dus flint. Hier, we go. Eén nog, oké. Dus dan weten we wat we daarmee gaan doen. Wacht. Oh, kom op, flint. There we go. Ik wou zeggen, dan weten we wat we daarmee gaan doen. Oh, wow, 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 dus dat toch. Wow, rustig, hé. Hey. Hoeveel zat er nog in? Oh, het is gewoon flint heel weinig hard. Oké. Dus ik douw het gewoon even allemaal meteen weer in. Ik heb dus 1, 2, 3 nodig. Ik heb zo'n casing nodig. Een. Wat dan nog meer? Een piston. Wacht even. Iron. Zo, en dan piston. There we go. Oké. Okay. Dus heb ik jou daar. Jou daar. Was het zo? Yep. Oké. Okay. Stack mill. Done. Wat meer ervan maken. Meer stack mills. Meer swag mills. Oké. Okay. Oh, dat gaat niet echt zo. Ik denk dat ding is nog. Ah, dat is nog duurder dan ik dacht. Oh, daar we gewoon even alles in. Oké. Okay. There we go. Tweede stack mill. Nice. Die duwen dan eventjes daar. Dan pakken we deze jongen. En we gaan we die keer zetten. Even kijken. Hier zo? Ja, hier zo. En dan hebben we nog, wacht, is dit? Dit is een alloy smelter. Ik denk dat is niet waar ik wou. Ik wou de sag mill. There we go. En dan twee van deze engines. Sterling engine, sterling engine. Coal. Dus ja, het wordt een hele fabriek hier in één keer, jongens. Een hele fabriek hier. Dus, oké, okay, we plaatsen dus de helft jou, de helft jou. En dan kunnen we dus hier dingen in gaan laten grinden. Dus dan pakken we coal. Gewoon echt normale coal. Want deze dingen, die kan je dus heel erg nice grinden in deze dingen. En dan heb je ook kans op speciale items. Dus laten we maar eens gaan kijken. Maar kijk, je kan alles dus grinden. En dan heb je dus, dit is hetgene waar je er sowieso uit krijgt. En dan heb je hier nog random kansen. Dus je hebt 10% kans op bijvoorbeeld meer uranium. Op 3 uranium uit dit ding. Cobblestone is 50% kans. En zo door. Maar dus als je dan kijkt naar coal. Ik weet niet of ik er 1, 2, 3 even bij kan. Ik weet niet of waar coal zit. Dus hopelijk skip ik het niet. Maar ik kan even niks beloven. Kom op, coal, coal, coal. Nou ja, anyway, ik zet hem gewoon in en hopelijk werkt het dan. Ja, oké. Okay. Als het goed is heb je een kans dat je de diamonds uit krijgt. Hele kleine kans, echt minder dan 1% kans dat je er een diamond uit krijgt ofzo. Maar we krijgen in ieder geval pulverized coal hieruit en dat is dus wat we nodig hebben. En in principe, met 1 hebben we eigenlijk genoeg. En weet je wat? Ik stop nu ook inderdaad. Want ik kan net zo goed gewoon dit gebruiken. Oh, en ik krijg een hele lading gewoon uit. Ik wou zeggen, ik kan beter dit doen, want ik zag dat pulverized coal is maar de helft EMC waard dan normale coal. Op deze manier is het veel makkelijker om het te krijgen. Dus, ja, zo. Dus laat dit maar vol lopen. Misschien kunnen we het nog gebruiken voor andere zaken. Maar we hebben in ieder geval de pulverized coal. We hebben de iron. Nog even wat meer. En wacht, dat kunnen we gewoon hier uithalen nu trouwens. Iron. Dus we hebben iron, pulverized coal. En wat was het laatste wat we nodig hadden voor de, even kijken, we hadden dus electrical steel nodig. Silicon. Oké, okay, silicon dan zouden we ook als goed nog een lading hebben. Sil. Yep, we hebben nog een lading silicon. There we go. Ik ga trouwens eventjes naar beneden wat van de glowstone pakken. Dus waar is het? Hier zo. En dan ga ik dit alvast even gebruiken. Moet je kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan dit. Zo, dus laat dat maar even lopen. Pak ik gewoon even al het glowstone. Douw ik even in de machine. Dus here we go. Allemaal in dit. En dan kunnen we dit dus gebruiken om allemaal mooie dingetjes van te maken. Dus ja, ik heb zo'n gevoel dat we silicon echt heel veel nodig gaan hebben. Dus wat ik even ga doen nu is een halve stack glowstone om te over in silicon. Dus laat me eventjes lekker lopen. There we go. Komt nog meer uit. Ja, er komt toch heel veel uit. Dus dat weet ik al. Dus we krijgen even een crapton aan silicon nu. Dus ik heb een half stack ingezet. Dat is 12.000. Dus ik krijg iets van 6 stacks silicon. Dan hebben we in ieder geval voorlopig genoeg. En dat was het. Oké. Okay, there we go. Done. Dus laten we even al deze stacks maar even insmijten. Zo, we hebben genoeg dingen voorlopig. En ja, jongens. Wat ik dus nu ga doen is, ik haal jou eruit. Oh, wacht. Ik heb dit allemaal nog niet geconfigured. Dus dit is pull, push, there we go. En daar gaan we jongens. ik pak gewoon even 16 van elk. Dus 16 en 16.
gooien we het allemaal erin. Wordt één voor één eruit gehaald. Wordt in de ding gezet. En er wordt dus, als het goed is... Yep, daar gaan we. Progress, langzaam. Wordt hier dus electrical steel van gemaakt. Onze eerste alloy, jongens. Onze eerste alloy. Oh, yeah. Oké, okay. Nice. Okidoki. Even kijken hoe het zit met de rest. Hoe zit het met iron trouwens? Oh, dat is helemaal klaar al. Nice. Even kijken of ik nog meer dust heb dan. Dust. Dus aluminium dust. Dat is iets wat ik heb. Dus laat dat maar even doen. Oh, wacht, en ik heb trouwens ook nog iron. Wat gebeurt er als ik dit hier... Kan ik dit hier ook naast zetten? Nee, zeker. Nee, gaat niet. Dus laten we even kijken. Ah, we hebben electrical steel al, jongens. Dus het gaat langzaam. Langzaam, zoals je kan zien. Dus het is best wel even wat we moeten wachten op deze dingen. Maar het komt er in ieder geval aan. Dus nu kunnen we even kijken hoe het zit met de rest. Dus ik wil de capacitor bank... wil ik dus nu aan maken. En daarna is het eerste wat ik wil doen is met kabels gaan werken. Zodat ik dus dit niet meer hoef te doen. Dan kan ik gewoon... hoe heet het? Ik kan gewoon een hele lading Stirling Engines gewoon ergens neerzetten. Bijvoorbeeld hier zo. Kan ik daar bovenop zo'n... van dit ding zetten. Capacitor banks. En die dingen, die zijn trouwens... kan je op elkaar stacken. En dan worden ze ook steeds meer. Dus, maar ik heb jou nodig. Dus basic capacitors, oké. Energetic alloy hebben we nodig. En coal powder. Dus dit is een tweede alloy die we nodig gaan hebben. En die maak je op deze manier. Redstone, gold en glowstone. Best duur. Dat is een best dure alloy. Maar dat is dus het eerste volgende wat we nodig gaan hebben. Maar eerst hebben we nog wat meer van jou nodig. Ik weet niet precies hoeveel. Oh, wacht. Ik ben echt zo'n idioot. Want ik heb ME. Ik heb ME. Dus waarom... Of ik heb Project E, bedoel ik. Ja, even de volgende dingen dus doen. Dus gold... Eén. Ik heb maar één nodig. Gold, red. Zo. En kijk, ik heb al wat redstone alloy. Die heb ik gewoon al gekregen. Dus die hoef ik nooit te maken, want die heb ik gewoon al. Of ja, misschien wel. En dan glow, want glowstone hebben we nu genoeg. Oh, daar zat nog. Daar zat nog. Dus erin, erin en eentje erin. Oké, dus dit gaat zo meteen worden omgespot. Wacht, oh, het is allemaal weggaan. Oké. Het komt eraan. Dus, oké, de electrical steel, waar kun je gewoon even voor zeggen. Ik kan gewoon dit doen en gewoon dit doen en boom. Ik heb een hele lading electrical steel. Dus ja, dat is wel mooi met deze mod. Dus de meeste mods, daar gaat dat niet mee. Maar dit is er eentje waar het wel mee gaat, dus dan wil ik het ook echt er gebruik van maken. Dus even wachten. En dan komt hier zo meteen de alloy. Yep, there we go, de energetic alloy. Oké, en hiervoor hebben we wat meer glowstone nodig. Dus, glow... stack. En tover dit maar even om en allemaal van jou. Dus het zal niet veel worden, maar anyway, omdat het gewoon zo duur is. Maar we hebben in ieder geval nu voorlopig even een mooie hoeveelheid. En ja, laten we dan maar eens gaan kijken hoe we dit ding kunnen maken. Het is 31.000 EMC, dus best duur. Maar dus, we hebben 4 van jou nodig, een redstone blok. En dan van deze dingen hebben we er ook 4 nodig. Dus oké, de dust, dus coal, there we go. En dan 2 normale dingen, die had ik hier nog. Oké. Dus hierin. Daar en daar. Jou daar. En dan... daar. Oké, we hebben de dubbel layered. En dit ding kunnen we dus nog een keer upgraden tot de... hoe heet het? Dus dit is zeg maar een geupgraded versie van dit ding. En als het goed is, kan ik nu trouwens ook... dat is best wel leuk om even te laten zien. We hebben er op het moment eigenlijk niet echt heel veel aan, maar dat is iets waar we ervoor kunnen gaan gebruiken. En dat is, dit is een slot voor upgrades en dit zijn de upgrades daarvoor. Zoals je hier kan zien, machine upgrade. Dus, increased energy storage and speed range of machines. Oftewel, ik kan het ding nu sneller laten werken. Oké, en dan doe ik dit ding erin. En zoals je hier kan zien, het kan nu maximaal 100 RF opslaan en 20 per tik. Als ik nu dit ding erin zet, is het 260 per tik. Dus 3 keer zo snel en 2 keer zoveel energie dat het kan opslaan. Maar, ja, ik weet niet. Ik vind het... Weet je wat? Ik ga het misschien doen. Maar eerst, allereerst wat ik nog even doen is wat meer van deze dingen maken. Dus hebben we wat meer glowstone nodig. Dus zo. Pakken we de double layer. Plaatsen we de glowstone daarin. Zouden we er 3 of zo moeten krijgen. 3 en een beetje. De rest... hoeveel was dit? Oké, ik dump maar even dit erin tot ik er nog één heb. Oké, stop. Oké, there we go. En dit kan ik weer terug van een electrum steel. Oké, zo. Ploep. En we hebben dus nu 5 van jou. Eentje kunnen we dus nu veilig wegzetten. Hier zo. De double layer. Basic hou even. We hebben dus nu de 4 van jou. Die hadden we nodig. We hebben de electrum steel. En we hebben dan nog de redstone blok nodig. Dus dat is het laatste. En dan kunnen we de capacitor maken. Dus there we go. En dan jou daar. En de electrum eromheen. En we hebben de capacitor bank. Okie dokie jongens. Nou. Dus ik kan bijvoorbeeld dit ding gewoon hier tussen zetten. En dit ding. Zal nu langzaam worden vol gelopen met RF. Omdat het dus niet in de andere ding kunnen. Dus ik zet het voor nu even hier. Maar wat ik dus... Oh, wacht. Voordat ik dat doe eventjes wil ik 1 kopie maken.
Dus glow weer. Maar kijk, het gaat best snel, de glowstone. We hebben, hou niet zo heel gek veel over. Dus als ik jou nu pak. En ik pak jou. En geef me. Voor mij kan ik niet eens hiermee een dingen maken. Nope. Ik heb meer nodig. God dang it. Gooi even alles erin. There we go. Oh, wacht. Heb ik nu alles. Oeh, heb ik nu alles erin gedaan? Hele. Nee, niet alles. Oeh, of wat hadden we dan nog? I don't know. Anyway, there we go. Moet een beetje oppassen dat ik niet al te veel erin gooi. Maar we hebben dus nu twee van deze. Dus we hebben nu een backup van jou. Dat kan ik dus niet altijd doen. Maar wat ik gewoon even wou laten zien. Is dat ik deze dingen op elkaar kan zetten. Dus ik plas jou daar en jou daar. En nu is dit ding dubbel zo groot. Dus dit is nu 10 miljoen RF wat dit ik kan opslaan. Dus ja, dit is al een hele goede bank sowieso. Van energie. Dus ja. Laten we dit zo meteen maar eens een beetje gaan opruimen. Maar een beetje netter gaan doen. En een beetje wat minder... Zo, zeg maar. Maar daarvoor wil ik eerst kabels hebben. Dus, dan gaan we eens kijken hoe het zit met de kabels van Ender IO. En dat zijn de energy conduits. En waar staan die dingers? Hier ze staan ze. Ender energy conduits. We hebben ook enhanced energy conduits. En we hebben de basic energy conduits. Dus, ik weet niet echt wel voor welke ik nu wil gaan. We gaan even kijken hoe moeilijk het is om te maken. Maar we hebben deze dingen nodig. Conduit binders. En dan hebben we dus de binderspul nodig. Dat maak je op deze manier. En dan kan ik het trouwens met mijn... Van lasverstel kan ik het heel makkelijk smelten, dus dat gaan we ook doen. Even kijken, ik pak wat meer van jou. En dan heb ik dus gravel nodig. Grav. Zo. Clay was volgens mij. Ja. Yeah. Oh, wacht, ik denk het, wat was het nou? For fuck's sake, dat blijft ons dus inzetten, maar... kabels, deze. Die had ik voor alles nodig, volgens mij. Ja, yep, kijk, dus ook voor deze. Hier hebben we dus de Vibrant Alloy voor nodig. En dat is Energetic Alloy met een Enderpearl. En weet je wat? Dit kan ik gewoon al doen. Dit is echt niet zo moeilijk. Ik bedoel, ik heb enderpearls. Ik kan die gewoon ook meer ervan maken. Als ik zou willen. Dus gewoon zo. Even kijken, twee extra enderpearls of zo. Zo. Dus dat is geen probleem. En ik kan gewoon... Ik heb nog van die dingen. Ja, ik heb nog energized shit. Dus ik plak jou en jou erin. En maak maar van dat enderspul. Dus nou. En ik heb even geen... Capacitor om even in te zetten nu om het snel te laten gaan. Oh, wacht, misschien wel. Ach, capacitor. Ik ga het gewoon even snel doen. Zoals je nu kan zien, de snelheid is dus nu zo. Oh, het is bijna klaar al trouwens, dus plop. Zo, nou, gaan we een stuk sneller. There you go. En done. Oké, okay, nou, dan kan het er meteen weer uit. En meteen, ja, ik hou het gewoon even. Het gewoon daarin. Oké, okay, we hebben dus nu de Vibrant Alloy. Super nice. Glow. Stone. There we go. Plus jou daar. Jou daar. Maak meer Vibrant Alloys. Voor de kabels. There we go. Good job. Eentje gaat sowieso daarin. Hier kunnen we dus kabels van maken. Maar nu dat ene spul. Dus, hoe heet dat ding? Dus dit is meteen de beste kabels die ik kan krijgen. Je hebt zeg maar... Je kan ook zien hoeveel RF ze erdoor laten gaan. Dus dit is 640. Dit 5000 en dit 20.000. En ik maak gewoon meteen deze. Want ze zijn niet moeilijk. En dan hebben we het, zijn we meteen, mee, zijn we meteen vanaf. Om zo te zeggen. Dus recipe. Jouw... Die maak je met dit spul. En dit spul maak je maar klein, midden en zand. Oké. Okay. Dus sand. Zo. 1, 2, daar. Klei daar. Boom. Het is done. Een hele lading meer van dit maken. Want die kan je er... Oh god. Dat is iets te... ja. Electrical steel. Oké. Okay, dat gaat even duren. Maar laat me even doen. En dan kan ik dus nu met jou. En dan... Wacht, al dat kool heb ik nu weggezet. Wacht, is het hier? Kool. En dan een stack van alles. Ik heb... Oh nee, ik heb niet zoveel gepakt. Nou ja, ik doe iets minder. Boom, 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 boom. There we go. Oké, okay, weet je wat, het is goed voor nu. Oh, god dang it. Dus die konden met binders. Oh, die kost ook echt 1. Die zijn zo goedkoop, die kost gewoon 1. Waar is mijn stone? Kom hier. Jij, flasversteuntje. Oké. Okay. Dus nu maken we de cables. Oké, okay, here we go. Oh man, meteen de beste maken ook. Dingen daar zo. Of maakt hij er 8 in één keer? Sweet. En we konden nog eentje maken. Zo. So. There we go. Oké, okay, done. En dan kunnen we dus nu met kabels kunnen we alles gaan connecten. Dus dat is super nice. En dan kunnen we dus nu alles een beetje netter maken. En ik zat te denken om Ender IO. Ik was hier begonnen, dus ik denk dat ik het hier wel gewoon wil houden. Maar dan moet ik even alles opruimen. En dan gewoon even netjes indelen. En goed even denken van, hoe wil ik dit nou precies doen? Dus ik moet even goed indenken van, weet je, wat is nou het meest tactische om te doen? Dus even kijken. Zo, oké, done. Dus ik wil de storage sowieso ergens doen waar ik er makkelijk bij kan. Misschien hier zo? Gewoon hier zo naast zetten. Nee, ik wil iets andere plekken voor. Wacht, misschien hier gewoon in.
Gewoon in plaats van dit hout. En dan moet ik de torches. Nee, dan moet ik die torches. Weet je wat? Fuck it. Ik zet het gewoon daar. There we go. Oké. Dan laat ik de kabels via het plafond gaan. Dus kijk jongens, zo zien die kabels eruit. Best wel ziek. Ik vind het echt vet. Dus deze dingen zijn echt heel ziek, zoals je kan zien. Oh, nice. Ik vind deze echt heel nice kabels. Dus ik maak gewoon even een heel dingetje naar hier. Helemaal tot en met daar. Is oké. We hebben nog 3 over trouwens. Dus ik ga eventjes met glowstone. Ga ik eventjes wat meer maken. Dus, oh, moet je trouwens kijken. Oh, die stekken niet eens. Dang. Zo, en dan zo. Wat meer van die conduit, zodat we er wat meer mee kunnen connecten straks. Dat is mooi. Ja, fuck it. Geef maar even wat, nee, wat meer van deze dingen. Meer van jou. Oh, kan ook niet. Oké, gewoon wat meer resten dan. En oké, dus. Hoe gaan we dit nou het beste doen? De Stirling Generators wil ik eigenlijk allemaal op een hoopje zetten nu. De Stirling Gen, Stirling Gen, Stirling Gen. Wacht, kan dat niet hierboven? Kan ik dat niet zo doen? Ja, ik kan dat gewoon zo doen. Wacht even. Oh, tuurlijk, ze hadden nog allemaal energie. Stirling Generator, Stirling Generator, Stirling Generators, Stirling Generators. Oké. Nou. There we go. En dat gaat nu allemaal hierin, zoals je kan zien. Ah, 240 RF per tik krijgt dit ding nu. Dus laat me even lekker storen. En wat ik dus ga doen, is ik ga er gewoon... Oh, wacht, het hout ook echt het kool? Oh, dat is wel ziek. Ah, dat is wel ziek. Dus, oké. Laten we nu maar even alles dan volzetten met kool weer. Eventjes even verversen, dat alles weer lekker veel kool heeft. Zo, en dan jou nog. Wat meer. Meer, wacht. Cool. Zo, there we go. Hoeveel van dat spel heb ik? Ah, 800. En 400 van het andere. God dang it. Zo, so nice. Oké, zo, en zo. En er is ook iets met een burn rate. Je kan het ook, met upgrades kan je dus ook verhogen en alles. Maar die upgrades wil ik nu nog niet echt naar kijken. Dat doe ik een andere keer wel. Maar anyway jongens, we krijgen lekker veel stroom nu binnen. En laten we hem eventjes lekker doorlopen. Dus wat we dus nu kunnen doen is de energy conduits kunnen we dus nu aansluiten op alle machines die we maar willen. Dus 2 alloy smelters. Zo, en dan, wacht, 3 alloy smelters zelfs? Ja, weet je wat, we doen gewoon 3 en een stack mill. Oké. Dus de alloy smelters zet ik dan daar, daar en... Oh, wacht. Alloy smelters, ja, ik kan die gewoon zo nu zetten. Zo, zo en zo. Ja, even configuren. Wacht, ik kan dus zeg maar... kijk, dus dit is wat ik moet doen met dit. Dat ik hier zo tegen zeg van... don't interact. Dus helemaal niks doen met die andere alloy smelter. Want anders gaan dit misschien raar doen met dat. En dat wil ik niet. Dus zo. De voorkant wordt eruit. En... Oh, wacht. Kan ik niet misschien... Ja, dat ga ik trouwens doen. Gewoon dit doen zo. Oh, wacht. En ik heb ook trouwens energie nog nodig. Dus... Ik denk dat ik een andere manier ga doen. Van die kabels. Ik denk dat via het plafond niet echt zo heel handig is. Ja, oké, wacht, misschien voor dit. Want zeg maar, ik denk dat dit makkelijker is via de bodem gewoon. Want, wacht, ik weet niet, werkt dit als ik dit zo doe? Als ik dit hier zo neerzet, dacht ik ook het zo doen trouwens. En dan, wacht even, kom hier. Zo. Ik zet voor nu eventjes zo. Oké, en dan wil ik zeg maar de alloy smelters allemaal hier zo zetten. En dan heb ik nog genoeg ruimte om erboven en eronder kisten te zetten. Zo, zo, zo en zo. En ik wil trouwens eventjes één van deze twee veranderen in een trap chest. Dus die zijn er als goed is al. Dus iron. Iron, jou en dan... Was het kobbel of... Ik vergeet altijd wat het nou precies is. Is nou dit? Nee, het is met wood. Wood. There we go, oké, dat is hem. Zo, done. En maak één trap chest. There we go. Stopper mee, trap chest. Zo, maak een landing trap chest. Even wat meer. Dan we er voorlopig genoeg hebben. Als we trap chest nodig gaan hebben, dan kunnen we die in ieder geval gaan gebruiken. Want ja, trap chest, daar kan je dus hier mooi tussen zetten. Dat is dus waarom ik het zo doen. Ik had ook andere chests kunnen gebruiken, maar ik vond het veel makkelijker. Wood. Zo. Zo. There we go. En there we go. Oké, nou. Dus als ik alles wat ik hierboven inzet, dat komt er dus hier zo uit. Ja, inderdaad. Oké, dus zo, zo, zo. Kunnen we dit een beetje mooi afdichten nu. Dit kan even zo blijven. Ja, dus voor nu is dit goed. Dan kunnen al deze dingen trouwens weg. En ik kan gewoon helemaal hier naar boven springen, dus dat is ook wel leuk.
Zo. Dus als ik dingen moest smelten met de alloy smelten, kan ik nog een mooi hier zo doen. Ik ga dit trouwens toch even... Wacht, wat gebeurt als ik gewoon eentje doe nu? Als ik gewoon dit doe. Werkt dat dan? Dat het zeg maar allemaal energie doorgeeft aan de volgende? Dus... Nee. Nee, dat werkt dus blijkbaar niet. Oké. Okay. Dan wordt het maar gewoon even een tower. Dus het wordt zeg maar een tower dingetje. Wat ik dan wil maken. Oh nee, wacht. Juist niet. Even kijken hoe ik dit het beste kan gaan doen dan. Want ik wil zeg maar dat het gewoon energie krijgt. En alles. Wacht, ik doe dan gewoon dit. Zo, en dan komt hier al het energieproductie gewoon aan. Voor nu. Dit is wel goed. Oh, nee. Het gaat een beetje heel erg druk worden nu. Maar ik weet anders geen mooie plek ervoor. Gewoon random overal, maar dat... Nee. Ik wil echt gewoon een mooi groepje hebben. Ervoor. Dus om te zeggen... Oh, oké, wacht. Ik heb... Oké, ik hou het hier op. Zo. En dan plas ik al die dingen gewoon zo. Dat is misschien iets beter. Ja, dat is beter. Oké. Oké. Zo. 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 En hier. Okie dokie. Nou. Dan heb ik nu dus energie. Een enorm lader voor energie. Maar kijk, er zit nog 1,1 miljoen RF in. Super ziek. Super nice. Dus dit is trouwens misschien een hele mooie manier om die... Als ik die continu aan kool kan laten voorzien. Om dat als generators te gebruiken. Dit ding hebben ze ook vol met energie. Hier. Even kijken, zijn allemaal goed geconfigureerd al? Ja. Bovenkant is... Even kijken, bovenkant is... Up is mode none. Deze heeft nog niks, oké. Okay. Oké, okay, ja. Ja. Deze moet naar none. Deze moet naar none. There we go. En dan moet ik deze nog even fixen, dat is het enige dat ik nog eventjes moest... Deze moet uit. Oké. Okay. There we go. Nou, dit is nu allemaal. Het zijn drie aparte systems. Super nice. Super goed. Het werkt heel nice. En dan hebben we hier altijd energie. Laat dan maar even doorlopen. Dit ding kan lekker oplopen. Alle energie van de wereld. En ja, ik denk dat dat het is voor deze sessie, jongens. Dus we hebben heel veel progress gemaakt op het einde, in ieder geval, met de Ender.io. En wat ik dus nu van plan ben om te gaan doen is... De eerste van de episode is te gaan werken aan de Ender Quarry. En misschien ligt een beetje aan hoeveel energie en zo ik heb... Omdat, hoe heet het? Oh, nee, wacht jongens, voordat ik het ga afsluiten trouwens. Ik wil nog één dingetje doen. En dat is, met alle glowstone en alle dure dingen die we hebben. Dus we hebben niet zo heel veel glowstone meer. Maar toch nog een mooi beetje. En ik dump dus even het meeste gewoon weg. Wil ik een kleine upgrade maken aan mijn, hoe heet het? Dit hou ik ook even daarin. Aan mijn, hoe heet die shit? Aan mijn systempje hier. Dus dit ding. Maar ik wil een beetje gaan upgraden weer. Even kijken, we hebben wat meer van jou. Oh, kom hier. Die gaat laggen nu. En ik wil gewoon dit een beetje gaan uitbreiden. En ik weet niet precies hoe ik dat ga doen. Want ik zat te denken van, hoe kan ik dit nog doen? Dus ik zit te denken om dit eventjes in het midden van de kamer te zetten. Of tenminste hier. En dan, ja, op zijn minst één extra energy collector hier nog even aan te gaan zetten. Gewoon puur om dit even wat sneller te gaan doen. Dus dat is dus het allerlaatste wat ik wil doen. Waardoor dit gewoon een stukje sneller gaat. Dus, oh nee, wacht. Kan ik nog gewoon dit doen voor nu? Ja, ik doe dat voor nu gewoon zo. Het zal wel dat er raar uitzien. Maar, ja. Anyway, hebben we daar genoeg voor? Even kijken. Zo, stop it. Ik wil meer energy collectors. Oh, daar hebben we nog genoeg voor. Zo. Dus geven we een andere energy collector. Laten we het nog even snel gaan doen. Want ja, ik kon het ook offscreen doen. Maar ik dacht van, weet je wat? Ik wil het gewoon met jullie erbij doen. God dang it. Ik wist dat het echt zo uitlopen. Oké. Dan moeten we eventjes naar boven naar de dingen. Nog even wat uithalen. Iets wat veel waard is. Quartz niet. Wat, je had sapphire, zoveel hebben we er nog van, een klein beetje. Zo, dat zal genoeg zijn dan. Om het af te maken. There we go. En 1, 2, there we go. Oké, done. En dan kan dit ding weer glowstone gaan produceren zo. Maar eerst wil ik eventjes jou daar plaatsen. En thank you. Thank you. Heb ik het glowstone? Nee, daar heb ik behoorlijk bij gezet. God dang it. Of heb ik er alles van gedaan? Glow. Gold. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier. En dan even een losse glowstone maken. Zo. En glowstone om dit ding weer te laten gaan. Dus jongens, dan is dit wel het einde van deze episode. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik in ieder geval wel. We zijn lekker bezig. En ja, hopelijk is op de volgende episode dus deze quarry dan klaar of zo. En kan ik dus dan... Hoe heet het? En kan ik dan dus gaan verder gaan met
met de Enquiry op te zetten. En dan heb ik dus, is de bedoeling dat de Enquiry zoveel, hoe heet het, items produceert voor de rest van mijn dingen. Dat ik dus continu een stroom aankrijg van items. En dus uiteindelijk wil ik die Enquiry ook gaan upgraden. Maar dan moet ik even zien hoe of wat. En ja, alles gaat een beetje mooi, jongens. Alles loopt goed. Dus ja, we krijgen lekker wat klooster weer binnen. Dus dat zou ook geen probleem moeten zijn. Waarschijnlijk zal ik weer een paar uur AFK gaan staan. En de energie gaat lekker. Dus ja, jongens. Vergeet natuurlijk geen like achter te laten dan. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende episode van Feed the Beast Infinity. Dus bye bye. En tada!